Welkom bij de Magnetic Leaders podcast. In deze podcast ontvang je praktische tips en inzichten over hoe jij de leider wordt van jouw bedrijf en je meer klanten aantrekt op een manier waar je blij van wordt. Ik ben Anne. En ik ben Stefanie. En wij coachen samen ondernemers naar het vormgeven van hun bedrijf op hun manier. Wil jij meer impact met je bedrijf en meer vrijheid, maar mis je strategie? En ben je er klaar voor om echt te ownen wie je bent en een magnetic leader te worden? Abonneer je op deze podcast. En we wensen je heel veel plezier met het luisteren van deze aflevering. Vandaag hebben we het over hoe je de switch maakt van freelancer naar het bouwen van een bedrijf. Stefanie, jij hebt die switch gemaakt, hè? Van uurtje factuurtje naar de leider worden van je bedrijf. Kun je vertellen wat voor jou het verschil was tussen die twee en wanneer voelde je dat het tijd was om die switch te maken? Ja, ik heb die switch inderdaad gemaakt toen ik als social media manager aan de slag was. En ik op een gegeven moment aan alles voelde dat ik gewoon niet meer klanten kon aannemen. En het gewoon voor mij ook niet meer interessant was om per uur te gaan factureren naar een klant. Maar dat het interessanter was om met pakketten te gaan werken en dus ook bepaalde taken te gaan uitbesteden. En uiteindelijk een agency te gaan bouwen met een team. Nu, het verschil zette me daarin. Als freelancer is dat je heel erg op uitvoerend werk zit voor de klant. Dat je vaak gewoon per uur factureert of in kleine projecten factureert. En voor jezelf niet per se een website hebt of een heel marketingplan hebt. Of dat jij nadenkt over de strategie voor het groeien van je bedrijf. Want als freelancer ben je gewoon een soort van op je eigen wereld. En jij hebt een brug naar de klant. En jij wandelt heen en weer met bepaalde dingen die jij maakt. Terug naar de klant met, ik heb dit voor jou gemaakt, alsjeblieft, betaal me. En dat is eigenlijk gewoon een soort van eenrichtingsverkeer tussen jou en de klant. Vaak wordt het ook wel gewoon uurtje factuurtje genoemd. Jij doet 1 uur, jij factureert 1 uur. Dus dat is een beetje het verschil. Als je kijkt naar een bedrijf, zit er vaak meer strategie achter. Zitten er meerdere elementen in die je nodig hebt. Zit je misschien met meerdere verdienmodellen. Dat kan zijn een stukje digital products die je verkoopt. Dat kan zijn dat jij als consultant of als coach nog werkt. Het kan zijn dat je nog steeds een stukje, dat uurtje factuurtje erin in hebt zitten. Maar bij een bedrijf is het uitgebreider en heb je meerdere bruggen naar meerdere klanten. En meerdere dingen die verkocht worden of aangenomen kunnen worden dan als je als freelancer werkt voor iemand anders. Dan ben je eigenlijk een soort van in dienst, maar eigenlijk als ZZP'er, zeg maar. Ja, dat herken ik heel erg. Van toen ik een eigen videoproductiebedrijf had, toen werkte ik ook uurtje factuurtje. En echt voor klanten declareerde ik ook echt mijn gewerkte uren. Maar ik merkte daardoor wel dat ik tegen een omzetplafond aanliep. Want ik kon niet al mijn uren die ik aan mijn bedrijf besteden, kon ik declareren. Niet alles was meteen te linken aan die opdracht. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd. Mijzelf is dat dus niet gelukt om naar andere verdienmodellen te kijken als freelance videomaker. Ik ben heel benieuwd, hoe heb jij dat aangepakt met jouw social media agency? Ja, ik was echt gaan kijken wat jij ook zegt. Van er zijn bepaalde dingen die je niet gewoon als uur kan rekenen, maar wat wel bijdraagt aan het werk wat je levert. En ik merkte ook gewoon voor mezelf dat het een beetje saai werd, hetgeen wat ik aan het doen was. Omdat ik kwam van een ander bedrijf waar het wel gewoon een bedrijf was en ik niet een freelancer was. Dus voor mij was het dan echt gaan kijken, hoe kan ik hetgeen wat ik heb met verschillende verdienmodellen gaan inzetten. Dus ik ben dan onder andere masterclasses gaan geven bij externe partijen. Ik ben digital products gaan verkopen. Ik ben dan bijvoorbeeld graphic design gaan uitbesteden. Ik ben op een gegeven moment copywriting gaan uitbesteden voor klanten. Echt een brand gaan neerzetten van mijn bedrijf, groter dan mezelf. En dat heeft ervoor gezorgd dat het eigenlijk een soort van orgaan is, maar wel met die intentie van freelancer naar een bedrijf gegroeid is en me ook gaan profileren als een agency. Ons gaan profileren als een agency, want opeens ging mijn partner Pieter ook bij ons werken en die ging achterliggend de sales doen. Opeens ging ik niet meer alle rollen dragen en gewoon werk leveren, output leveren, kwam er veel meer bij kijken. En dat is voor mij de shift geweest van
freelancer, eigenlijk organisch op een aantal maanden tijd naar een agency en daar echt voor gaan neerzetten. Wat is er dan nodig? Welke verdienmodellen wil ik er absoluut inzetten? Wat zijn mijn bottlenecks op dit moment? Wat houdt mij tegen in mijn huidige structuur en hoe kan ik dat gaan omzetten? En dat is ook een stukje gaan ownen, dat jij de CEO of de baas of de leider bent van een bedrijf, in plaats van dat jij bijna klakkeloos overneemt wat jouw klant van jou verwacht. Als jij je kan dat ook als je freelancer bent, hè, don't get me wrong, maar dat je gaat aangeven, dit is de manier waarop ik werk. Ik lever het aan op die manier. Je krijgt het van mij op die manier. Dit is ons stappenplan, in plaats van volledig aan te nemen wat een bedrijf van jou verlangt en daar gewoon diensten in te leveren. Ja, ik weet nog wel dat ik dat zelf ontzettend lastig vond. Want ik had dan wel een bepaald idee of een bepaald gevoel bij een video. En dan monteerde ik die video en dan wilde de klant toch iets anders. Terwijl ik dan zelf vond dat je het beter op een andere manier kon laten zien. En dat is ook echt inderdaad wat je zegt van dat stukje helemaal ownen wat jij te bieden hebt. En ook jouw kennis en expertise daarin. Ja, ja en ook gaan kijken van hoeveel is jouw uur waard? En kan dat met de huidige structuur die je voor jezelf hebt opgebouwd? Als jij groeit natuurlijk als freelancer en opeens zijn voor een video, in plaats van dat je daar 3 uur aan edit, doe jij dat in een half uur. Ja, je mag maar een half uur factureren dan. Opeens snij je in je eigen vinger zodat je beter wordt. Dat kan niet de bedoeling zijn van ondernemen. Nee, dat heb ik dus heel erg gehad, want ik heb ook een lange tijd als VA gewerkt. En toen deed ik ook heel veel klantenservice werkzaamheden. En op een gegeven moment was ik zo geroutineerd dat ik veel sneller die mails uit de klantenservice wegwerkte. Waar ik in het begin bijvoorbeeld 6 uur over deed, halveerde ik die uren en deed ik er daarna 3 uur over. En daar sneed ik mezelf mee in de vingers, want ik kreeg uitbetaald in uren. Ja, en dan kan je wel je prijs omhoog gooien. En doordat je je prijs omhoog gooit, ga je misschien wat minder uren werken, waardoor je meer klanten kan aannemen. Maar zet toe, hè. Dat is het een beetje wat je kan doen. Prijzen verhogen, wat meer klanten aannemen. Maar dan is ook de vraag, wil je überhaupt al die uren blijven werken? Of zijn er dingen die je eigenlijk ook wil gaan aanpassen, die je wil gaan uitvoeren? En het een is niet beter dan het ander. Ik bedoel, ik vind het, als je als freelancer echt gaat werken naar dat stukje owner wat het je te bieden hebt en daar helemaal voor gaan staan en je prijzen zetten, dat kan ook heel goed zijn. Je hoeft niet per se te schalen naar meerdere verdienmodellen. Maar als je nu merkt dat jij in dat uurtje factuurtje zit en je ziet geen andere uitweg, dan kan het interessant gaan zijn van oké, hoe kan ik mezelf meer gaan inzetten als ondernemer van een bedrijf in plaats van als freelancer voor een ander bedrijf. Ja, precies. Want ik ben nou wel gestopt met videoproducties te maken. Maar ik doe nog wel af en toe een opdracht voor een ondernemer. Als ik daar super enthousiast van word. Bijvoorbeeld, laatst heb ik een ondernemer geholpen bij het monteren van meditaties. En dat vond ik zelfs zo leuk om te doen. Dan heb ik wel een bedrag per meditatie afgesproken. In plaats van per uur. Want ik merk dat ik ook toen ik de shift maakte van freelancer naar coach, dat ik toch heel erg in dat uurtje factuurtje bleef zitten. Eigenlijk altijd, dan zet ik mijn prijs. En ik weet wel, dan moet je een prijs zetten voor je programma of voor je coachingstraject. Maar dan ging ik toch nog altijd terugrekenen naar uren. Ja, en dat is heel normaal, want dat is ook een beetje wat je als freelancer gewoon al jaren doet en hoe dat je ook intern gaat berekenen, oké, ik ga er zoveel uren in stoppen, dus mijn coachingprogramma moet minstens dit opbrengen. Maar we vergeten heel vaak de uren die we niet output hebben, die niet tastbaar zijn, dat die evenveel waarde hebben, al dan niet meer. Zoals bijvoorbeeld acquisitie van klant, zoals tussendoor mailcontact, zoals gewoon energetisch spaceholden, al dat soort dingen. Als freelancer kan je dat een beetje moeilijk op je factuur zetten met de acquisitie van de klant is zoveel euro. Ja, dat gebeurt gewoon zelden in die wereld. Terwijl als je dat als een pakket gaat neerzetten, of als wat je zegt per meditatie of per project, dan ga je al, dat is al eigenlijk shift 1 om van uurtje factuurtje meer richting een bedrijf te gaan. Dat je daarover gaat nadenken. Hoe kan ik het packagen? Hoe kan ik het samenbrengen? Wat zijn alle verschillende stapjes die ik doe binnen zo'n project? En hoe kan ik daar
een bedrag tegenover zetten, wat niet specifiek gerelateerd is aan hoeveel uren dat je werkt. Maar dat was voor mij in het begin ook dat ik die berekening maakte, waardoor dat je ook uitkomt op een prijs waar dat je op een gegeven moment ook denkt, dit is hem ook niet helemaal meer, want uiteindelijk kruipt er altijd veel meer tijd in dan je denkt. Ja, zeker. Dat hebben wij bijvoorbeeld ook wel bij de mastermind gezien. Dat je gewoon uiteindelijk ook gewoon veel meer doet dan wat je, ja, dan dat je betaald krijgt. En ik heb ook wel bij mezelf gemerkt dat het echt dat stukje is van je eigen waarde ownen. En ik heb wel daarin een shift mogen maken van, als ik dan zo terugrekende van, oeh, dan is dit 100 euro per uur. Hmm. Van, wat zal een ander hier wel van vinden? Maar dat ik het echt gewoon helemaal zelf mocht voelen en zelf helemaal mocht ownen. Want dan kan ik het ook uitdragen, ook dat bedrag en die prijs vragen. Ja, want is dat iets wat jij doet als jij stel nu jij neemt coaching af bij iemand of jij neemt een service af bij iemand of een dienst, hè, reken jij dan terug hoeveel dat per uur zou zijn? Nee, ik zelf niet. Nee, ik kijk gewoon naar, als ik een investering maak, kijk ik van, wat gaat het mij opleveren? Wat gaat het mij opleveren in omzet? Wat gaat het mij opleveren in innerlijke groei? Wat gaat het mij opleveren in connecties? Dat is hoe ik de waarde van iets bereken en niet per se in uren. Ja, en dat is ook waar heel veel klanten die denken zoals jij nu uitlegt, Anne. Dat het maakt het niet uit voor hun of dat jij, als je social media manager bent, als uurtje factuurtje, het maakt hun niet uit of je daar een uur over doet of 10 minuten, zolang dat het werk maar geleverd is. Maar als jij natuurlijk uurtje factuurtje gaat rekenen, je doet dat op 10 minuten, ja, dan krijg je dus maar 10 minuten betaald. Want jij ziet niet dat het resultaat, het gewerkte product, hetgeen is waar ze voor betalen. Ze betalen niet voor je uur. In elk geval, dat zou niet de bedoeling moeten zijn dat ze gewoon voor je uur betalen. Tenzij dat je heel specifiek een uur boekt in een zaal of zo. Ja, dan is dat hetgeen waar je voor betaalt. Maar als jij een dienst levert of een product levert, betalen ze voor dat, niet voor de uren die erin zitten. Nee, ik vond dat zelf ook wel een bepaalde druk geven als het op uur was. Ja. Omdat ik dan ook altijd van die gedachtes in me opkwamen van, oh, vindt die ander nou niet dat ik te lang ermee bezig ben? En ja, het hielp me niet, zeg maar, om in rust te creëren. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook een klant die had eerst een strippenkaart wat op uren was. Van, hey, je koopt een uur bij mij om iets te redigeren, een tekst na te lezen en daar feedback op te geven. Maar je kan hetzelfde verkopen aan het aantal woorden. Dat je gewoon zegt, jij kan een tekst inleveren van zoveel woorden en dan kan jij kiezen, doe ik over dat aantal woorden een uur of 10 minuten? En soms is dat misschien maar een kwartier en soms is dat 1,5 uur. Maar dat balanceert zichzelf uit en dan voel je die pressure niet van, dit moet allemaal binnen dat uur. Als ik daarover ga, dan gaat hij niet meer bijbetalen. En dan ga je jezelf verwachtingen opleggen vanuit je eigen overtuigingen in plaats van vanuit wat de klant eigenlijk wil. Dus als je dat specifieert en je houdt bij op een uur ongeveer, dan kan ik zoveel woorden redigeren. Dan kan je dat op die manier verkopen in plaats van op het uur wat je gaat verkopen. Ja, heb jij daar nog bepaalde tips in? Dat je zegt van, oké, als je nu wil shiften van uurtje, factuurtje naar meer de leider worden in je bedrijf. Wat zou degene die hier dan naar luistert, die hier behoefte aan heeft, wat voor stappen zou diegene kunnen zetten? Ja, echt gaan kijken naar wat lever jij? Wat is echt de waarde van wat jij levert? En kan je daar überhaupt een uur bedrag op plakken of zit daar veel meer in? Wat is ook een andere vraag die ik dan vaak stel is, wat wil jij teweeg brengen met je bedrijf? Is dat een social media post afleveren of is dat, ik wil bedrijven sterker neerzetten aan de hand van marketing zodat zij meer klanten kunnen aantrekken? Dat verkoopt heel anders dan, hier zijn 10 social media posts voor jou. Dus ook echt daarnaar gaan kijken van, wat wil jij teweeg brengen met je bedrijf? Een beetje groter denken dan jezelf. Even daar uitstappen van, oké, ik ga even uitzoomen en kijken, waar wil ik eigenlijk überhaupt naartoe met mijn bedrijf? Wat wil ik teweeg brengen? En
gaan tracken van je tijd. Ik zeg dit heel vaak. Maar heb ik ook van jou geleerd. Echt gaan tracken. Wat doe je eigenlijk allemaal? Hoeveel tijd kost het voor jou om een mailtje te sturen naar die klant waar dat je mee bezig bent? En factureer je dat door? Of denk je, ja, maar ja, dat hoort er wel bij. Hè? Dat hoort erbij bij dit soort, bij mijn bedrijf, bij mijn activiteiten. Hoe lang doe jij over het redigeren van een tekst? Hoe lang doe jij over het maken van een graphic? En is dat representatief met het uurtarief wat je vraagt? Vaak alleen die spiegel al en even kijken van, oh, ik vraag bijvoorbeeld €40 per uur, maar daar doe ik 5 posts op. Ja, dat is bijna niet heel wat je dan per post vraagt. Dus dat inzicht, door het trekken van je tijd en te gaan kijken waar gaat je tijd allemaal naartoe, kan je gaan terugrekenen naar je uurtarief en dat het misschien interessanter is om met pakketten te gaan werken of om een bedrijf neer te zetten, om bepaalde services misschien überhaupt niet meer te doen. Of je op een andere manier te gaan profileren in plaats van als freelancer, als bedrijf, omdat je dan bepaalde dingen kan gaan verkopen die groter zijn dan jezelf. Dus die vragen en dat stukje, dat actie van het tracken van je tijd, dat gaat heel veel inzicht geven met, oké, ben ik klaar om de stap te zetten van uurtje factuurtje naar een bedrijf? Of wil ik mezelf als freelancer op een andere manier gaan profileren, op een andere manier gaan neerzetten? Ja, supermooi. Wat is het eerste als degene die nou luistert waar hij of zij meteen mee aan de slag kan na deze aflevering? Even uitzoomen en even kijken naar je eigen bedrijfsmodel en verdienmodel van je huidige onderneming of van je huidige uurtje factuurtje. En bij jezelf heel eerlijk zijn, is de manier waarop je nu onderneemt de manier die echt bij je past? Ja, dat is heel erg mooi om daar even dieper op in te gaan en even bij jezelf ten rade te gaan. Is de manier waarop ik nu onderneem echt de manier die bij me past? Ja. En dan stappen zetten om dat te gaan shiften en te veranderen naar wat echt jou gaat laten groeien als ondernemer en jouw bedrijf kan laten groeien naar de next level. Want het zit er zeker in. En weet ook dat als freelancer en het uurtje factuurtje wel voor je werkt, ga dan kijken hoe dat je het kan gaan opschalen, hoe dat je voor jezelf meer ruimte kan gaan creëren en hoe dat je echt, als je een factuur uitstuurt, super blij bent met hetgeen wat daarna op je bankrekening komt te staan. Want jij bent het helemaal waard om echt als die leider op te staan en te ownen wat jij te bieden hebt. Ja, en als je hier support bij wil, hier samen mee aan de slag wil gaan, dan nodigen we je heel graag uit voor de Magnetic Leaders Mastermind. Hierin gaan we samen met je aan de slag om oude patronen te shiften en een strategie en marketing neer te zetten die helemaal bij jou en bij jouw bedrijf past. Ja, en echt te gaan opschalen met wat dat jij hier te doen hebt. Want het zit er echt allemaal in. En we gunnen het jou helemaal. Dus we kijken er zeker naar uit hoe dat jij stappen gaat zetten binnen je bedrijf. Heel erg bedankt voor het luisteren naar de Magnetic Leaders podcast. Is na deze aflevering jouw vuurtje aangewakkerd om groter te groeien met jouw bedrijf? In de Magnetic Leaders Mastermind doorbreken we jouw oude patronen en blokkades, zodat je openstaat om vanuit vertrouwen te ondernemen. De Mastermind is echt een sterk netwerk van ondernemers waar jij helemaal jezelf kan zijn. Waar je gezien, gehoord en gedragen wordt. De Mastermind ondersteunt je om je bedrijf en je strategie op jouw manier neer te zetten. Het mag ook makkelijk zijn. Wil jij jezelf omringen met gelijkgestemden die jouw grote dromen wel snappen? Meld je nu aan voor de Magnetic Leaders Mastermind via de link in de omschrijving. We kijken er heel erg naar uit om samen met jou en jouw bedrijf te gaan groeien op alle vlakken. Want jij bent een Magnetic Leader.